Goed. Welkom. Het is echt mooi, hè? Amai. Hey. Alles goed? Ja, natuurlijk. Ik weet het. Het is met alles. Wat? Goed. Als u iets goed, maar leuk, hè? Amai. Ik was aan het overwegen om de mijne mee te pakken, maar met al dat volk erbij. Ah ja, ik dacht van, allee, je gaat hem misschien meepakken, Sirootje. Ik zag dat hem 3 jaar geworden was. Ja. Wordt een beetje te veel verwend tegenwoordig. Ik heb... Je hebt er maar één om voor te zorgen, hè. Ik heb die van die fraksjes gekocht. Oei. Dat vieren, dat was eigenlijk een beetje schijnheilig. Want als Ben erbij was, moest hem niks van mij hebben. Als Ben er niet was, dan zat hem hier. Hè? Ja, een bosje. Onze oogst, dat heeft zijn charmes, hè. Geen waarde smaak, hè. We kunnen samenleggen als knus, of we kunnen met elkaar doen. We kunnen ook op elkaar schuiven. No turning back, eh? Ik heb dit jaar eigenlijk wel getekend, ja. En maar twee keer zo het gevoel gehad van, nee, ik mag niet meer worden als vrienden. Belangrijk. En zeg dat eerlijk van, ja, ik zie het niet verder groeien. En ja, dat is wel spijtig dan, maar... Ja. Beter wachten om te luisteren dan... Ik ben momenteel aan het eten. Met een heel toffe gast, maar dat gaat heel op gemakkelijk, dus we zullen wel zien. Maar ik ga het niet veel uitweiden. Ja, ik heb een goede zomer gehad. Ik ben veel bij de dokter op visite geweest. Nee. Ik heb me goed geamuseerd in de zomer en ik heb echt geprofiteerd van het single-leven. En ik ben ook heel gelukkig als single, maar inderdaad wat Ben zegt, ik mis ook gewoon iemand dat u een bericht stuurt. Hoe het met mij is, like, dit weekend stuurt je een bericht en dan vind ik dat keihard leuk, want die denkt aan mij. En ik weet dat er ergens is dat iemand aan mij denkt. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik paniekaanvallen krijg als ik denk, wat als dat serieus wordt. Ik ben vrij gelukkig op mijn eentje, maar zo soms die kleinere dingetjes. Zo, we gaan naar huis, maar je hebt op het feestje geweest, een verjaardagsfeestje van iemand. En je rijdt naar huis en zo, je kunt er even snel over nababbelen. Ja, niet stelen. Ik ben dan zo nu 5 weken aan het daten en de eerste 2 weken denk ik dat ik weer niet geslapen heb. Ah, ja. Dat is gewoon... Ja. Ja. En is dat altijd als je iemand nieuw leert kennen? Of ja, nee. Gewoon... Als ik iets in mijn leven heb waar ik mij heel erg in wil engageren of allee, waar ik mee zit gewoon. Ah ja, oh, en dat is gezond. Dat kan niet. Wat? Ja, ik heb het. Dat is echt gezond. Niet zo ver. Hier. Allee, jong. Met kansen. En nu nog recht. Dat kan nog recht. Dat kan nog recht. Ben ik al. Ik ben een paar keer in het begin woorden had over het huis. Ja, dat is toch normaal? Dat dan niet zag en al. En dat ik zoiets had van, elke keer als ik hier thuis kom, dat moest jij dat niet. En uiteindelijk, ik wou dat niet voorstellen, want ik dacht, dat is zo nozel, ik kan je niet zo zeggen wat er allemaal... Maar uiteindelijk woonde jij daar dan wel over. Ja, ik heb dat zelf gevraagd, want dan dacht ik, schrijf dat op, want ik weet dan kijk, zo rond u dat uit, er is niks te doen. Ja, dat is al voorbij. In het begin, kon ik zeggen, maar ja, dat is gewoon, ik heb zo'n nacht gedaan, ik kom dan thuis, en dan is hij er wel thuis geweest, en ik kom dan s'morgens. Maar dat geeft toen wel... Toen middags en dan had ik echt zoiets van, godverdomme, en nu moet ik hier na mijn werk, als ik zo'n zware nacht heb, dat en dat moet doen. En nu is dat gewoon over. Ik heb het van mij afgeschreven, het is in orde, hij weet wat ik moet doen, en ja, zijn tijd heeft ook gedaan. Allee, ja.